gestolen overwinning? Nou, ik vind van niet. Ik denk dat wij tweede helft wilden voetballen. En we kregen de beste kansen. En BSC was ook wel gevaarlijk. Ja, dat zeg je. De tweede helft wilden jullie voetballen. De eerste helft vond ik jullie tegenvallen. Zoekende waren jullie? We waren zeker zoekende. We zijn begonnen in een 1-4-4-2 opstelling. We hadden 5 aanpassingen vandaag. Het was even wennen. Jongens die normaal bij mij in de spits speelden, die speelden op middenveld. Dus ik wilde wat volwassen jongens op het middenveld hebben, vandaar de aanpassingen. En als je met 2 spitsen speelt tegen 4 verdedigers, dan weet je dat je weinig mogelijkheden krijgt. Op dit veld, de ballen schieten alle kanten schieten ze door. Was dat in jullie voor- of nadeel? Want ik heb jou ook eens een keer gehoord, grasveld is ook niet jullie sterkste punt, hè? Nee, zeker niet. Dat kon je de eerste helft wel zien, dat we dan ballen terugspelen. Dat we dan heel passief er zijn. En hun waren ook gevaarlijk voor de goal de eerste helft. En ik zeg vaak, als je op gras speelt en je moet een keus maken, balletje terug of vooruit, schiet hem maar naar voren. En dan kan je beter verliezen op de helft van de tegenpartij dan dat je voor je eigen goal de bal verliest. Nu heb je, je pakt weer 3 punten, pak je erbij en dus je gaat weer omhoog kijken. We gaan weer omhoog kijken, het is zij zo, hè. Ja, want door de laatste 2 overwinningen ben je toch een beetje in het verval geraakt, hè? Nee, we hebben 2 keer verloren. Twee keer verliespartij. Leiden hebben we de eerste helft hebben het verloren, kwamen we 2-0 achter. En in de tweede helft hadden we misschien een gelijkspel verdiend, maar de wedstrijd gaat over 90 minuten. Vorige week denk ik dat we gelijkwaardig waren aan Nieuwkoop. Alleen door de rode kaart de omstandigheden verlies je de wedstrijd. En vandaag denk ik dat wij de iets betere voetballende ploeg waren. En ook gelukkig gewonnen. Met name de tweede helft, hè? Zeker de tweede helft. Ja. Op basis van de eerste helft zou je zeggen van, een gelijkspel misschien verdiend? Jawel, maar we zijn overgeschakeld van een 4-4-2 systeem naar een 4-3-3. En flink gewisseld om alsnog de winst te pakken. Je had wel een gouden wissel, hè? Ja, ik zei nog tegen Stan van, je bent de laatste wissel. Jij gaat hem erin schieten, je bent vers. Ik gaf hem mijn hand een knipoog. En hij doet het ook. Dus gouden wissel. Ik denk misschien een stukje geluk. Er zijn zat waarzeggers die daar geld mee verdienen. Dus misschien ligt er nog een nieuwe carrière voor je in het verschiet. Misschien wel, maar het is wel eens eerder gebeurd. Okay.